Vannacht welkom bij een nieuwe 11 Insiders. Ik ben geweldig blij, want mijn COVID-safe-app, jawel, hij kleurt weer groen. Dat heeft even geduurd en daar ben ik wel blij om. Heren, ook blij dat jullie er zijn. Aan mijn linkerkant Sybe van der Heijden, sierlijke verdediger van Union Saint-Gilloise. Welkom. Dank u wel, ik ben heel blij dat ik hier mag zijn vandaag. Bienvenue, parfaitement bilingue, sans doute. Sans doute. On peut parler en français aussi? Bien sûr, on peut parler en français. Voilà, dat gaan we niet doen. Want Herman van Lent zit er ook bij. Die hebben van de tribune geplukt. Jij bent een van die vele trouwe, sympathieke, kleurrijke fans die dat clubje met alle respect toch nog wat extra allure geeft. Ja, ik mag het hopen. Dus ik ben blij dat ik ook aanwezig mag zijn. En, inderdaad, ik vertegenwoordig het ancien regime de l'Union een beetje zo. Van, Want die je, dat mag er wel af, want het is een fantastische club. Hè? Ik ben er ook al jaren over de vloer gekomen. Derde klasse, tweede klasse. En één ding wat je er altijd ziet, dat positivisme, verklaar jij dat eens? Hoe zit dat nu eigenlijk? Want je ziet daar Zierikzee vervangen worden bijvoorbeeld. Die loopt voorbij de harde kern, zeg maar. En die krijgt dan handjes. Hè? Ja, ik kan dat niet verklaren. Ik kan dat eigenlijk niet verklaren. Ik ben supporter geworden kleine 30 jaar geleden. En dat viel al direct op, dus dat is altijd zo geweest. Ik denk dat in dat DNA zit van die supporter, dat die vooral positief zijn ten opzichte van hun spelers en ook tegenover de tegenstander. Oké, dat mag al eens gezwanst worden, wat een Brusselse term is natuurlijk, maar dat moet allemaal met respect blijven. En ik vind dat toch wel, dat vind ik het leuke aan die club. Dus vooral positivisme. Ja. Uit mijn mond is dat natuurlijk heel raar, want ik ben insane niet zo'n positieve mens. Maar zeg het zelf, met een glimlach. Ik ga vooral naar Union om dat een beetje mee te maken. En als je Herman van Lent googelt, want we googelen niet alleen jou, Sybe, dan kom je ook tegen dat hij een coureurs verleden heeft. Dat zie je wel aan die kathedraal van zijn lichaam. Hè? Dat is waar, dat zie je direct. Jullie zijn collega's sportmensen. Ja, dat is echt wel breed. Dus, je ziet wel dat een sportman is geweest, denk ik. Geweest. En weet je wat leuk is? Ik belde Herman op, of we waren aan het chatten, of we waren aan het Instagrammen, of aan het Facebook messagen, hoe heet het allemaal? Ja, die is het allemaal. Ja. Van alles, te veel van voilà, allemaal. En ik zei, Sybe van der Heijden komt, en toen zei jij, onze... Voorzanger, hè? Onze voorzanger, inderdaad. Dat is... Dan wil ik wel eens weten hoe het gaat. Je hoeft het niet echt te zingen, maar misschien met woorden. Je hebt gewonnen, je staat voor de spionkop. Wat zeg je? Bruxelles, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, tes couleurs dans mon cœur, et quand vient le week-end, au parc du Denne, on chante pour le club. Allez, l'Union! Het was Noclub. Ik heb Le Club gezegd, maar dat is niet waar. Het is Noclub en dat is wel belangrijk. Ik had nog bijna Dering Meulenbeek gezegd. Dat niet, hè? Ik heb niks tegen Dering Meulenbeek. Ik wil dat hij volgend jaar ook naar 1A gaan. Echt. Maar zeg jij eens, Sybe, onderbuik, je staat daar na die wedstrijd. Want iedereen van jullie is daar nog altijd door betoverd. Hè? Ja, dat is gewoon echt een fantastisch gevoel. Denk na die wedstrijd, zelf tijdens de wedstrijd, als je supporters hoort zingen. Dat is iets ongelooflijk. Dat is ook iets uniek, denk ik, voor Union. Want als je kijkt naar andere wedstrijden, zie ik toch niet die beleving bij andere clubs. Zie ik toch niet hoe die supporters naar ons toe een gevoel brengen. Dat zie ik niet in andere clubs. En dat doet heel veel, zeker ook voor mij als speler. Ik heb iets zoiets nodig. Als ik een wedstrijd speel, die motivatie die ik van hun dan krijg, is buitengewoon. En dat doet u toch nog wel die extra meters lopen. Die extra motivatie die je krijgt. Ik zeg het, dat is ongelooflijk. En als ik dan zing met de supporters, dat zijn gewoon kippenvelmomenten. Omdat ik denk van, zij doen zoveel voor ons, wij moeten dit gewoon terugdoen. Dat is het minste wat we kunnen doen. En als je dan ook nog de meeste van de wedstrijden dit seizoen wint, is dat fantastisch om mee te maken. Ik pak eens een wedstrijd uit waarin het publiek jullie de 3 punten heeft bezorgd. Of, ik kan er meer als één noemen. Seraing, dat is de eerste. En ook haal het even terug. Jullie staan 2-0... 2-0 achter, eerste helft. Ook een rode kaart op dat moment. Ja. En wat dan gebeurt bij veel clubs is... De spelers gaan naar binnen in de rust en er wordt gefloten. Maar bij ons, wat gebeurt als we naar binnen gaan, is we krijgen gewoon een applaus. En dat geeft ons in de kleedkamer nog een boost van... Kijk jongens, het moet anders. Er staan daar zoveel mensen naar ons te kijken. We kunnen hun niet
niet achterlaten. Nee, die zijn wel al dronken dan, hè? Nee, want dit seizoen, de buffet, het is ook 20 minuten laatst voor een punt. Is vroeger als... Maar we hebben hem onderbroken, zeg Siebe. Ja, dus dan in de kleedkamer zijn wij gewoon van, kijk jongens, we mogen je niet in de steek laten, we moeten dit gewoon samen aanpakken. En dan voel je ook die reunie terug van iedereen, niet enkel de spelers, maar iedereen samen, dat we ervoor willen vechten. En als je dan terug het veld opkomt, dan weer de applaus, weer de supporters die zo roepen. Dat geeft gewoon weer die extra motivatie om toch dan die wedstrijd te winnen uiteindelijk. Ja. Hoe gaat het eigenlijk? Ik wil alles weten vandaag. Je ziet daar altijd die mooie staantribune aan de lange zijde bij jullie. Zijn daarachter dan ook dranktentjes of moeten jullie de hele stadion rondom lopen? Nee, de dranktentjes. Hoe gaat dat? Die... Sta je daar ook op die plek? Ja, wij staan aan de buffet eigenlijk. En dat is aan de elektriekkast, dat we zeggen, rechts. In het midden? Ja, we staan echt op de zijlijn, op de middenlijn zal ik zeggen, maar een bit, niet echt in het gewoel van de, zo net buiten. Wij zijn zo de anciens, dat is altijd wel leuk. Zo. Die jonge gasten die gaan er dan voor met die landen, de kapo's, als ze zeggen, en die vuren het spel wat aan, maar wij zijn zo toch iets bezadigder nog. En, maar dat is, die beleving is de max. Maar ja, bedoel, zeker dit jaar. Hè. Vroeger stonden we dat dan met 200 man. Ja. En dan zongen wij ook. Maar dat was toch, dat was toch totaal anders. Maar dat is zo gebleven. Maar het is... Ja, we zijn toch wel de iets bezadigd. De jeugd pakt het stilletjes aan over en dat is goed. Dat is goed, heel links publiek wordt ook gezegd, hè? Heel divers. Ja, vooral heel links. Er is ook een anekdote over in de tijd. Was, hoe noemde hem de... Kochten ze nooit een rechtsback, waar ze zijn? Pierre Carret, die kwam... Och, ja, van de... Het is van de CCC, hoe links kun je zijn. Omschrijf en, even voor de wat jongeren. Ja, de cellule combattant, wat was dat? De cellule communist combattant of combattant communist. Aanslagen. Aanslagen gepleegd nog in de tijd van Wilfried Martens en zo. Ja. Toen was dan, en die is dan opgepakt en die ging de gevangenis in. En ze vroegen aan die man, wanneer hij vrij kan, wat het eerste dat je gaat doen? Ah, ik ga naar de Union kijken. Is echt? Dus, om wat te situeren. Hoe links het gedachtegoed wel is. Maar het is wel ook. Hè. Er zitten ook veel, ook in het publiek, zo, rockers en muziekliefhebbers. Het is allemaal... En ook racisme of taalproblemen of verschil in taal, dat ken je dan niet. Dus dat vind ik zo mooi daar in die club. Dus of je nu Frans spreekt, Nederlands of Swahili... Maar toch meer Frans, zou je denken, of niet? Ja, wel, maar stilletjes eens aan zijn er toch ook veel Nederlandstaligen die naar het voetbal komen. Ja, daar, die supporters die komen ook van overal. Hè, want het is ook een trekpleister voor groundhoppers. Ja. Ik heb daar in die buffet al met Italianen, met Brazilianen gezien. Merken jullie dat ook, internationaal? Ja, dat merken we ook. Zoals ik maar heeft gezegd, je ziet dat gewoon ook. Als je voor het publiek staat, dan zie je mensen van alle afkomsten. Maar dat maakt ons zo speciaal. Iedereen komt met elkaar overeen. Ik herinner mij ook bijvoorbeeld aan een wedstrijd waarin mijn ouders kwamen kijken, waarin mijn familie kwam kijken. En de supporters waren aan het zingen. En die zeiden tegen mijn ouders van, allee, kom aan, meedoen. En die waren gewoon meegegaan in dat verhaal. Ja, dus, dat is gewoon... Al is daar iemand van een andere cultuur, dat is net hetzelfde verhaal. Die gaan zeggen, kom, drink mee. Of zien gewoon mee. En daarom dat zo één mooie groep is. Hoe ga je om met de transitie? Want jij komt uit het folklore-verhaal. Maak nu ook het succes mee, waar het toch allemaal wat serieuzer wordt. Nieuwe stadions komen eraan, dit en dat. Terwijl Union, iedereen vereenzelvigt dat met die mooie tribune. Ja. Dat die roemrijke club, die traditie. We zitten in een overgangsperiode. Blijkbaar, ja. Ben je bang? Voor de toekomst misschien wel een beetje, dat een beetje zal weggaan. Omdat je zo'n negatieve man bent, zei je daarnet. Ja, ook al misschien. Misschien zie ik het te negatief, dat kan zijn. Maar ik geniet nu elke match, elk moment gewoon, want je staat er al 30 jaar. Ik heb echt veel slechte voetbal gezien. En nu, wat ik nu zie, dat is geweldig. En daar moeten we van profiteren nu. Dat moeten we koesteren. Ik zeg dat ook tegen mijn copains, mannetjes. Dit moeten we blijven koesteren, die ploeg. We gaan dat waarschijnlijk nooit meer meemaken. Toch niet. Dus ik vind... Maar die transitie, ik zal het jammer vinden. Sowieso als we uit het... Dudenpark. Het is iets anders, maar kijk, bij Berchem Sport, verbouwingen... De Lira vond ik ook een heel mooi stadion vroeger. Dat is ook toch ook anders, hè? Dat... Ik ben er nog geweest met Union op Lira. Ja. Bij Philippe Jo speelde dat toen nog. Dus ik heb in die stadions allemaal geweest. Dat is echt nog... Dat is nog glorie, maar ook vergane glorie. Op de Berchem ook. Dat was ook zo. Ik ging dat graag in zo'n stadion ook. En het leuke bij Berchem was, die had er ook een blinde supporter. Dat was ongelooflijk ook. Zo. Elke keer op Berchem, of die kwam op Union. Ja. En die kwam dan die blinde supporter. En die mens werd dan door twee mensen begeleid. En dat was dan... Die ging dan, denk ik ook...
ja, die moet dat niet meemaken, die slechte voetbal. Want dat was echt, op dit moment nee, was dat was dramatisch. Ja. Maar zo'n figuren, en die kwamen dan ook, in de tijd mocht dat nog, hè, dus Berchem supporters of Antwerpen supporters, in die reeks mochten tussen elkaar staan. En het enige wat hem, die blinde zal ik nooit vergeten, die dat in zijn best, alleen in het Antwerpen zijn, Brussel Vloms begon te roepen op een tribune tussen de unionisten. Dat was, en ook op dit moment zouden ze zeggen, ai, nu gaat er iets gebeuren van, ja, Brussel, die Franstaligen nee. Van eux, die vonden dat gewoon echt de max. Ja. Dat, is, ja, ik vind dat, dat vind ik leuk aan Union. Dat is van, oeh, nee, dit, nee, nu gaat het mislopen, maar dat is niet. Nee. En dat vind ik leuk. En ja, ik wil dat dat zo blijft. Ik weet niet, ik mag het hopen. De jeugd is toch nog iets anders. Dus... Ja, wij zijn natuurlijk volkomen objectief of het nu Brugge, Antwerpen, Union, Genk, Anderlecht, Charleroi wordt. Maakt voor ons niet veel uit, maar de gunfactor van het land, dat al vaak gezegd, die hebben jullie wel te pakken. Puur voetballend. Mag ik zeggen dat jullie soms tegelijkertijd hoog en laag kunnen spelen? Dat die... Spreek daar eens over wat jullie meekrijgen en hoe jij het ervaart op het veld. Die game, dat gameplan van jullie. Ik denk ook dat we vooral moeten beginnen met het feit dat wij met heel veel jongens spelen die vorig jaar al samen hebben gespeeld. Ja. Dat de jongens elkaar heel goed begrijpen. Dat wij gewoon weten wanneer we die druk kunnen zetten en wanneer wij terug moeten zakken in blok. Wij weten precies, wij voelen elkaar zo aan dat wanneer dat spitsen druk zetten, moet iedereen volgen. Maar iedereen weet op zo'n moment welke looplijnen die moet volgen. En zo oogt dat gewoon heel goed. En wat moet jij volgen? Mooi. Ik weet bijvoorbeeld, als er druk wordt gezet, dat de speler links van mij, in de meeste gevallen dit seizoen Lapoussin, dat hij gewoon druk gaat zetten op de man voor hem. En dat ik de speler die op dat moment bij hem staat, dat ik die overneem. Dus zo zetten wij eigenlijk druk. Dus ja, ik zeg, dat is gewoon heel goed doordacht door de hele staf. En dat is er gewoon ingepropt al ondertussen 2 jaar bijna lang. Dus, ja. Ja. Het is ook vaak een voordeel, want heel veel mensen zeiden in het begin van ja, maar die hebben daar die houten klazen achterin, die gaan gepakt worden op snelheid. Ja, kijk naar jullie cijfers, geweldige verdedigende statistieken. Dan ging het vooral over Burgess en over Kandous. Maar jullie voelen precies instinctief aan wanneer we 3 meter moeten uitzakken om een prangende situatie, een counter er al uit te halen voor die effectief begint. Zie ik dat verkeerd? Of? Nee, je ziet dat goed, denk ik. Ik denk dat wij ook gewoon weten wat onze goede dingen zijn en wat onze minder goede kwaliteiten zijn. En daar je moet je beschermen. Dat zijn, als je die minder goede dingen van de spelers moet je gaan beschermen. Ja. En dat doen wij uitstekend. Wij weten dat wij niet van de snelste zijn, alle drie. Dat weten we gewoon. Maar we weten, om dat te beschermen, dat we misschien op het moment iets lager moeten spelen. Als we zien van die spitsen, houden we er wel van om in die rug te lopen. Gewoon even samen inzakken. Doet heel de ploeg dat. En zo komen wij er altijd heel goed uit. Ja. Het is straf, hè, want als je hun ziet hoog druk zetten. Ik zag nu een van de vorige wedstrijden, was het tegen Genk, ik weet het niet meer. Was een moment dat... excuseer. Ik denk dat Dante dan begon, Oendaf, en ze gingen 1, 2, 3, 4, bijna metronoom. Je kon je klok op gelijk stellen. Maar daar heb je heel veel discipline voor nodig. Hè? Jullie hebben geen verdetten en allemaal de discipline. Is dat het geheim? Ik denk het wel. En ik denk dat wordt meegegeven door de staf. Als je ziet, een coach als Matsu, die speelt daar wel heel erg op in. Die wil geen sterren in de ploeg. Die behandelt iedereen op eenzelfde manier. Ben je zelf iemand die in de tribune moet gaan zitten, je wordt op dezelfde manier behandeld als een basisspeler. En dat maakt onze ploeg gewoon heel sterk en heel mooi. Ook vind ik dat een beetje de job geweest van het bestuur. Zij hebben die spelers aangeworven. Ze gaan niet spelers gaan aanwerven gewoon op talent. Ze gaan echt gaan kijken naar de mens achter de speler. En daarom denk ik dat iedereen gewoon supergoed met elkaar overeenkomt. Dat wij één goede groep zijn. En dat wij elkaar ook niet zien van... die is precies beter als mij. Ik wil toch wel beter zijn als hem. Ja. Nee, totaal niet. Wij zijn gelijk en wij proberen als één team elke wedstrijd te winnen. Dat is precies Louis van Gaal. Het totale mensprincipe, dat hanteert hij ook. Ja, maar je ziet dat ook op het veld. Je ziet dat. Dus iemand die een bal verliest of maakt een fout, dat wordt direct opgeraapt door die man daarachter. Dat wordt echt gevochten van begin tot einde ook. En fysiek zit die ploeg fantastisch. Dat moet fantastisch zijn. Ik zie hoe dat... Maar ik wil er toch eens een concreet voorbeeld van hebben. Hoe dat dan echt aanpakt. Want Oendaf die vertelde me ooit dat hij elke week een andere soort van motivatie zoekt. Oendaf was de opwarming bij op training. En dan zei de coach van als we winnen, mag jij het gaan bepalen. He, dus geen saaie opwarmingsoefening lopen, maar een rondootje. En dat gebeurde dan ook. Geef nog eens een voorbeeld van, want je kan niet elke week zeggen, mannen, tandje erbij, kom op. Nee, maar toch, ik denk dat wij als jongens... Na een wedstrijd dan, dat wij gewoon blij zijn met bier in de kleedkamer, pizza's en een kapotte douche.
Ja. En andere spelers in clubs, die zitten daar in de jacuzzi na een wedstrijd. Die praten een beetje tegen elkaar. Maar bij ons is het gewoon feest na een wedstrijd. Het is gewoon bier, pizza en kapotte douches. En we genieten daarvan. En ik denk dat ik daarvoor niet moet gaan een extra voorbeeld gaan zoeken van motivatie. Omdat bijvoorbeeld een rondo of zo, dat je dat elke week doet. Nee, totaal niet. Wij doen het voor die kleine dingen. Ja. Maar dat maakt net het unieke dat ik wel me kan voorstellen. Dat het heel belangrijk is om echt in het nu... Want jij zei nog, voor de uitzending, zei je van... Ja, maar goh, wat gaat er dan weer gebeuren in het nieuwe stadion? En is er wel een toffe buffet? Maar eigenlijk moet je dit moment... Tuurlijk, koesteren. Jullie doen dat wel. Hebben jullie ooit een soort van pact gesloten? Van kijk mannen, wij doen dit seizoen gewoon allemaal samen uit. Ja, ik denk het. Nee, we hebben niet echt een pact gesloten. We hebben wel een beetje tegen elkaar gezegd van ja, het zou mooi zijn moesten we dit seizoen samen kunnen afsluiten en er een mooi verhaal van maken. En iedereen weet dat ook persoonlijk, van moest je in de winter weggaan, van dat je het verhaal op een of andere manier niet kunt afmaken. Dus dat is een beetje een individuele keuze. Uiteindelijk, wat er onder spelers wordt gezegd tegen het bestuur en zo, dat is niet aan mij om allemaal te vertellen, zeker niet. Maar ik denk wel gewoon persoonlijk ook dat het niet slim is om op zo'n moment in een winterperiode weg te gaan. Dat denk ik niet. Als je zo'n verhaal aan het schrijven bent, vind ik dat je het gewoon moet afmaken voor de supporters, voor jezelf ook, je eigen eer. Dus ja... Maar ja, al die euro's, die ponden en die dollars, die spreken ook, hè? Ja, dat... Er is entourage, familie, makelaars. Ja, dat zal wel. Dat is het moderne voetbal, zeker. Hè? En dat wordt overal gezwaaid met veel geld en zo. En ik denk ook wel, ja, dat zullen op het eind van het seizoen zullen er spelers weggaan. Die ook kiezen natuurlijk eieren voor hun geld, zoals ze zeggen. En, want, maar, ja, hoe dicht staan jullie eigenlijk bij hun qua bereikbaarheid? Oh, ik denk dat dat heel goed meevalt. Omdat Sieben ook al gezegd heeft dat ze na dat match ook pintjes gaan drinken. Maar meestal drink ik na dat match nog... Niet te veel. Allee, ja, nog een paar pintjes, check Cathy. Cathy is dat... Ja, of zo. Of ja. En dan ga ik naar huis, want als ik met die mannen, die echte oude supporters, die wonen daar, die komen met een tram. Ik moet met een auto naar huis, hè, want ik weet van vroeger ook, dat ze zeiden, kom, we gaan op verplaatsing naar Vierton, ga dan mee. Ik zeg, mannen, dat is twee bakken bier dat je dan op hebt tegen dat je terug... En dan moet ik nog met een auto de ring over naar Bornem. Nu is het wat dichter, maar zwart, je moet nog rijden. Dus meestal ben ik al weg als de spelers buiten komen, denk ik. Dus, maar je ziet dat ook bij die oudspelers. Je ziet veel oudspelers zoals Danny Ost en Yves Kums. Die mannen komen gewoon naar dat match in. En je voelt dan nog van, dat is echt chaleureus. Ja. Dat is hier, ken je nog en zo. Allee, die mannen, en ja, dat blijft. Ik denk dat je unionist un jour, unionist toujours, wel, ik geloof dat. Ja. Ik vond het altijd wel, als ik er heel lang geleden een keer in pakweg ging met vrienden, wel eens groundhop, en dan kwamen we op Union terecht, pakweg derde klasse dan. Het mooie vond ik, dan zat ik naast iemand, een meneer, een nobele heer met een vilthoed op, en die vloekte tweetalig. Die zei, onnuzelair, ambiciel. En dat typeert... Dat is Union, maar dat zijn dat echte Brusselaars. Dat is typisch. Hè. Meer bij de ouderen, bij de jongeren is dat weggevallen. Maar de mensen die het niet kennen, achter die mooie geclasseerde gevel, de achterkant, vertel eens, hoe ziet dat eruit en wat kan je er allemaal beleven? Komen jullie er wel eens na de match? Ja, tuurlijk komen we er eens. Er zijn heel veel cafeetjes waar veel gedronken wordt door de supporters. En ik denk, als je als speler soms naar buiten komt na de match en je ziet dat... Sorry, maar ik heb daar gewoon ook zin in en ik wil ook gewoon iets gaan drinken met de supporters. En soms doe ik dat eens en dat is heel gezellig. En dan zeggen die van, Sibel, heel leuk foto. En dan zeggen ze van, ja, kom nog iets drinken, dit, dat. Ja. En dat is gewoon heel leuk. Dat is een soort van band die je hebt, die je, zoals ik al heb gezegd, dat je niet vaak meer ziet in de Belgische clubs. Maar dat ik wel voor een deel wil koesteren, ook bij mezelf. Dat ik gewoon mezelf wil blijven en dat ik wil tonen van, kijk, ik wil ook gewoon een pint met jullie drinken. En ik wil ook genieten van zo'n momenten. Dus ja... Jullie zouden kampioen kunnen worden? Ja, nee, dat wil ik toch nog niet zeggen. Er zijn nog altijd 8 matchen. Intern zeggen jullie dat natuurlijk wel, maar hier kan je dat niet zeggen. Ja, nee, ik denk dat het nog veel te vroeg is om daarover te praten. We blijven Union, moeten realistisch blijven. En er zijn nog 8 matchen tot de play-offs komen, zeg maar. Ja. En daarin zijn er ook nog heel belangrijke wedstrijden waarin dat de punten ook nog eens gehalveerd worden. Dus ik denk dat we met de voeten op de grond moeten blijven en gewoon moeten zien dat we eerst en vooral de play-off 1 halen. Dus ja. Dat is waar, maar jullie hebben wel de afgelopen weken wel een mooi voorprogramma, een statement toch gemaakt. Dat ja, dat was want heel veel mensen zaten wel ook te wachten op, wacht tot ze een keer twee keer opeenvolgend verliezen. Want jij stuurt mij altijd op Facebook dan een berichtje naar een wedstrijd van Waar zak je niet? Zo ben ik begonnen. Ik stuur dan terug.
pakweg naar Antwerpen. Van, alle mannen, je zegt, red, de redding is binnen. Dat is ook natuurlijk een Brusselse zwansje erover. Maar de feiten zijn wat ze zijn. Hè? Tuurlijk, ik denk dat er veel mensen waren die voor het vierluik eigenlijk zeiden van nu gaan we het wel echt zien wat ze waard zijn. Ja. Dat was het eerste. Dan hoorde ik ook dingen van ja, maar als er een paar spelers geblesseerd geraken of spelers staan niet meer in de ploeg, door wie gaan ze vervangen worden? Gaat dat dezelfde kwaliteit leveren? Maar als ik dan zie tegen die in die matchen dat een François heel goed inkomt, die een assist levert ook nog eens, dat ik zie dat een Lazare inkomt die het uitmuntend doet. Mitoma, die momenteel wel een beetje geblesseerd is. Ja. Maar dat zijn spelers die ook kwaliteit brengen. We zijn niet met die elf die altijd hetzelfde gaan spelen. Er zijn spelers op de bank die dezelfde kwaliteit leveren. En dat maakt ons ook mooi. Ik ga het vragen aan Herman, die mag schokken. En jij mag de waarheid vertellen. Wie is de gekste vogel binnen die spelersgroep? Koning Ambiance, de nachtburgemeester Purson. Wie is dat van die kern? Dat zou ik echt niet weten. Wie denk je? Dat zou ik gokken op Teddy Thomas, denk Teddy ik. Teddy zo... Ik kan dat beamen. Dat is, ja, dat is zeker waar. Kom, als iemand neem ons eens mee naar het oefencentrum. Een voetballolletje, kleedkamerhumor. Wat gebeurt daar zoal? Ja, ik denk als je binnenkomt, iedereen komt dan toe in de ochtend op de club. En er hangt nooit een negatieve sfeer. Nooit. Dat heb ik nog niet meegemaakt op de club, dat er echt een negatieve sfeer hangt. Mensen beginnen direct te lachen. Als ik bijvoorbeeld een Thomas zie in de kleedkamer en die komt toe, ik ben meestal wel voor hem, dat moet ik wel zeggen. Maar als hij dan toekomt, ja, dat is direct een grapje maken of het een of het ander. Of praten over hoe de dag gisteren was. En dat zijn momenten die je leuk vindt, want het moet niet steeds over het voetbal gaan. Het gaat ook over momenten erbuiten. En dan gaat je samen ontbijten allemaal. En dan praat je nog steeds over die dingen van... ik ben bijvoorbeeld gisteren met mijn vrouw gaan eten, dit en dat. En dat zijn maar welke jokes worden eruit gehaald? Kom, vertel. Wat gebeurt er? Behind the scenes. Kom. Oké, bijvoorbeeld in de douches of zo. Dat Thomas daar staat te zwieren met zijn... Oké. Met zijn kleine generaal. Als die helikoptertje wil spelen of zo. Ja, dat moet gebeuren. Nee, maar dat zijn leuke momenten. Daar kun je allemaal ook mee lachen. Dat is ook gezond als je dan toevallig met een kwallenbeet zit. Dat is ontsmettend. Ja, ik weet het niet. Ammoniak blijkbaar. Dat zou kunnen. Ik heb dat van Friends geleerd. Ja. Dat zou kunnen. En Dante van Zij vertelde me dat hij een talisman heeft, met name een onderbroek. Ah ja, van Pringles. Hoe komt dat? Ja, die heeft dan verschillende kleuren, denk ik. Ik weet niet speciaal hoe dat is gekomen. Ik denk dat hij dan van de teammanager ook eens had gekregen, zo'n onderbroek. En sindsdien draagt hij dat heel vaak. Maar dat is ook weer, je ziet dat is een teammanager en die is zo betrokken bij ons. Dat is geweldig. Als je ziet dat Dante dan met die onderbroeken zit te spelen, wauw, dat is gewoon top. Wat ik me afvraag, jullie stelen de show in de competitie. Daar is heel veel eerbied voor, ook van tegenstanders en fans, die zo veel besproken gunfactor. Hoe spreken tegenstanders van topclubs op het veld tegen jullie? Er wordt ook af en toe gesproken, hè? Ja, er wordt af en toe gesproken, maar ik denk dat het dan niet vaak daarom gaat. Enkel na de match dan, dat ze wel zeggen van oké, jongens, jullie zijn wel echt wel goed bezig. Die appreciatie van die andere spelers, dat is ook heel leuk om te horen natuurlijk. Maar je probeert zelf op zo'n moment met de voeten op de grond te blijven, want... je moet gewoon zelf genieten van die momenten. Wat de mensen erbuiten zeggen of de appreciatie die je krijgt, dat is heel mooi. Maar toch, ik denk dat wij gewoon even aan onszelf moeten denken en elke wedstrijd na wedstrijd proberen te winnen. Nou, voor hetzelfde geld sta je soms tegen kerels waar je 3 jaar geleden nog een handtekening van wilde. Ja, om een selfie. Dat is ook zoals, persoonlijk krijg ik dan even, als ik zie van waar dat ik kom en waar dat ik op deze moment sta, ben ik wel van... Ben ik dit echt aan het meemaken? Is dit echt aan het gebeuren? Even knijpen, ja. Doe maar. Ja, het is zo. Het is zeker zo. Nee, maar soms is dat gewoon zo. Maar ik probeer ook gewoon elke dag mijn best te doen. En langs de kant denk ik dan wel van... Kijk, ik heb er wel hard voor gewerkt. En ik verdien misschien wel waar ik op dit moment sta. Ja. Dus, geef eens een voorbeeld van 2, 3 spelers waar je vroeger fan van was, waar je nu tegen voetbalt. Vind ik altijd wel mooi. Als ik bijvoorbeeld zie een Dante van Zijert, daar speel ik dan mee, daar voetbal ik niet tegen. Maar in de jeugd, als ik dan tegen hem speelde, als dat tegen Genk was in de jeugd... Was een coming man toen, hè? Ja, incoming man, inderdaad. Die heeft dan wel wat pech gehad met die blessures die hij heeft gehad. Ja. Maar dat was wel een talent, een heel groot talent. En dat zag je ook wel in de jeugd. En ook de trainers in de jeugd zeiden van... Ja, voor die jongen moeten we wel oppassen, want die is heel snel en dit en dat. Dus ja, dat is wel iemand waarvan je denkt van... Die gaat wel misschien hoger eindigen als mij en zo. Dus... En ik ben blij dat ik vandaag de dag op hetzelfde niveau kan spelen als hem. Zeker wel. Heb je als kind ooit op een stage, oefenkamp, whatever, aan een hotel, een handtekening gevraagd van een idool? Misschien die nu niet meer voetbalt? Van Subotic. Die vroeger nog bij Dortmund speelt. Een club die ik geweldig vind. Ja. En ik herinner mij met Union zelf dat we een oefenmatch hadden op stage. En dat was tegen Union Berlin.
Ja. En ja, die speelde daar toen, Subotic. En ik had toen ja, gevraagd om een foto te maken met hem. En ja, ik vond dat geweldig om die speler te zien, want dat is iemand waar ik bij Dortmund naar opkeek. Zo'n speler die ook voor de ploeg vechtte, die echt wel die passie had, dat vuur. En dus dat zijn momenten die je moet koesteren. En ik ben blij dat ik daarmee een foto heb kunnen vastleggen. Herman, denk je dat Roberto Martinez dat die zijn telefoon heeft? Denk je dat? Ik weet denk niet. Je dat? Ik denk dat wel. Dat wordt een keer tijd als ze ook een keer interessant telefoon profiel, toch? Tuurlijk. Linkspoot? Ik vind dat wel, ja, inderdaad. Ik las dat. Ik was jou aan het googlen en dat iemand gooide dat op in een artikel. Ik weet niet van waar het kwam. Maar... Nee, dat was de supporter van Beerschot, die dat op mijn Facebookpagina... Ah, ook? Ja, die vroeg. Ja, vraag een keer aan... aan jullie ballenpakker, want ik had dat zo gezet, dat hij Martinez mag wel een keer bellen. Ja, want jij hebt topclubprofiel. Hè? Je hebt in jeugd ook je opleiding wel gehad bij diverse clubs. Ik denk Anderlecht, Club Brugge. Ja, Anderlecht, Club Brugge toch wel. En bij Oostende heb ik ook nog 2 jaar gezeten. Dus dat zijn wel mooie clubs waar je... Ik weet, je bent bescheiden Sibe en je hoeft niet te zeggen ik ga rode duivel worden. Maar dat moet toch een droom zijn? Tuurlijk is dat een droom. Ik denk dat dat de droom is van elke kleine jongen als die begint te voetballen. Ja. Belg zijnde. Dus dat is zeker een droom. Maar ik probeer dat momenteel toch... Ik hoor er steeds meer over en dat doet mij heel veel plezier. En dat geeft mezelf ook heel veel appreciatie. Maar ik probeer dat op dit moment op een of andere manier toch links te laten liggen. Omdat ik ben zo van het feit van als het niet 100% zeker is, dan hoeft er niet over gepraat te worden. Als het zeker is, dan ga ik het wel horen van Martinez zelf. Ja. En als die mij nodig heeft, dan zal ik gewoon proberen 100% mijn best te doen daarvoor. En zal ik proberen mijn kans te grijpen. Maar zolang dat niet zeker is, laat ik het gewoon links liggen. Maar voor alle zekerheid, zorg je wel dat je voicemail niet vol staat en dat je e-mailbox niet uitpuilt. Dat zorgt ervoor. Hè? Dat moest maar gebeuren. Zeker voor. Hij wil het weg. Dat kun je laten liggen. Ja, dat is weg links. Dat kun je wel omzeilen. Hè. Wat denk jij, Herman? Jij kan vrijuit spreken. Zit er een toekomst in op dat vlak voor de tricolore? Ik durf daar ook niks over zeggen. Want ja, Dante van Zijl zit er toch bij? Ja, natuurlijk. Die zit erbij, ja, natuurlijk. Ja, het zou kunnen, maar ik ben zo met de nationale ploeg. Ik vind er zo niet mee bezig, ook niet. Dus en ook met de jongens die druk niet opleggen. Hè. Je mag dat vragen, maar ik vind dat allemaal niet zo belangrijk nu. Je moet dat verhaal, zoals hij zegt, nu maken. Nu. Ja. En als dat goed afloopt... Dan, en die prestaties blijven, dat gaat automatisch komen. Je moet dat niet forceren, vind ik. Je moet er ook niet achter vragen. Je moet het gewoon laten gebeuren. Ja. In voetbal moet je wat meer laten gebeuren. Je moet er allemaal niet, voorhand niet over praten. Zo. Ik vind dat niet... Allee, ja. Dan ben je dat ik er ook niks wil over zeggen. Oké, dan gaan we het bij deze afronden. Steven, het is tijd, denk ik, voor is een pittig oldschool Union-verhaal. Jij staat al zo lang op de gradins. Union away. Wat is het strafste wat jij ooit hebt meegemaakt? Het strafste dat ik ooit heb meegemaakt... Dat je nu was... nog altijd vertelt op kerstmis. Dat was de wedstrijd op Capelle. En dat was vroeger altijd topwedstrijd. Capelle die had een goede ploeg, gesponsord door Jackie Buchman, de Brulleman. En dat was altijd top. Dus op een dag gaan we dus naar Capelle Union zien. En dat tijdens de rust zien we het plots... Mensen een cirkel rond die middencirkel maken in papier of ik weet niet wat. En, normaal gaat een pintering in een kantine. Maar vandaag komen er 3 parachutisten en die komen in een demonstratie geven en die gaan landen in de middencirkel. Dus we zeggen gewoon die pintjes zo laten en we gaan een keer kijken wat er gebeurt. Dat willen we een keer zien. Dat was verschrikkelijk gewoon. Dus die eerste parachutist die komt naar beneden zo, en achter het stadion begint hij zo wat te sukkelen met zijn parachute. En die parachute vliegt weg. Die mens die stuikt dus gewoon in die wijk. En wij zo... En nu? Maar die tweede was al onderweg. Ja, die zal vlak achter elkaar uit die een helikopter gesprongen zijn. Dus die tweede die landt juist voor het doel. Dat was ook al kantje boordje. En dan, die derde is dan min of meer in de middencirkel geraakt. Maar wij waren zo van de kaartje van... Allee, en nu? En die stadionomroeper ook zo van... Die moest iets zeggen. Hè. Wat is er hier gebeurd? En die heeft dan gezegd... Ja, alles is in orde met... Die parachutist, maar die is gewoon, volgens mij, die overleden. Dat kan niet. Alleen dat beeld, hoe snel dan een mens valt als hij zijn parachute daaraf. Ja, dat was. Dat is wel, dat vond ik, dat is wel straf. Ja, even drama in je denkt, we krijgen hier een verhaal over aangepakte ajuin in Bornem of omstreken. Aangebakken ajuin. Ja, dat was echt. Die mensen waar ik toen mee gegaan ben, die spreken daar nog over. En, dat beeld dat vergeet je nooit. Dat is gewoon een mens gestorven.
dat kan niet anders. Dat kan niet dat hij goed... Ja, ja. Zijn afval is gebroken door een boom. Dat, allee, ja. Dat was eigenlijk het strafste. Aangebakken ajuinen, dat was elke week. Ja, bedoel, die treinen waar dat wij overal gestaan hebben onder die levensgevaarlijke asbeste... Ja. Af, van Denderhouten tot Wetteren, tot Denderhouten, dat was, ik denk dat het kleinste plein was in gans België. Want die grote baklijn, ik denk die cornervlag, dat was 5 meter verder. Dus dat was... wij stonden dan ook eigenlijk vlakbij. En ook geen enkel van die treinen lag recht. Ja. Dus je zag dat was ergens aan de neuvelkant of zo. En ook die toegangsweg, dat was zo klein. Allee, ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. Zo allemaal van die pleintjes, standaard Wetteren, dat lag dan ergens naast een bloemenzaak, denk ik. Of achter een bloemenzaak. Ja. Ik herinner me nog zo. Maar dat is achter die bloemenzaak. En dan, dat was folklore. Doken er ook soms mensen op, want Roemrug de club, wat bekendere figuren. Want elke club heeft ook vaak wel... acteurs, muzikanten, politici die club dan steunen. Had u Johan toch? Ja, zeker. Ja, Remo Goetels zat vaak in de tribune. Ah, ja. George Eilens is er ook trainer geweest, maar die kwamen we dan ook al eens tegen in het topstapje na. Maar die was dan toen trainer bij Union Namur. En dan zei hij, kom een keer kijken en Vitesse 1. Hè. Want hij moest dan... Maar die hadden wel... Hè, Van den Boeynans was... Echt over toffe figuren spreken. Ja, dus Paul Van den Boeynans was ook... Die heeft zelfs nog bij Union gespeeld. Constant van der Stok. Ja, die grote Anderlecht-man. Jij speelt wel bij een hoop historie daar. Besef je dat ook? Verdwalen jullie wel eens af en toe in die, achter de muren van die geclasseerde gevel in dat gebouw? Ja, tuurlijk wel. Maar ik denk dat het moeilijk is, omdat we dingen zo niet hebben meegemaakt. Nee, als Herman bijvoorbeeld. Maar je ademt het wel, hè? Je ruikt het wel. Je ruikt het inderdaad. Als je het stadion alleen maar nog binnenkomt, dan ruikt je gewoon die historie. En weet je dat daar heel speciale dingen zijn gebeurd. Dus ik beaam dat wel. Zijn jullie niet blijven plakken na die... ik was toevallig bij jullie titelwedstrijd interviews te doen. Het verhaal doet eronder dat jullie toen gewoon slaapzak genomen hebben, gewoon overnacht in dat stadion. Ja, misschien de ronde, maar ik denk dat we vooral genoten hebben in de kleedkamer. En niet geslapen dus? Niet veel geslapen, dat is waar. Nee, dat niet. Neem ons eens mee naar die titelnacht. Alles erop en eraan. Hoe ging dat? Ik denk dat het wel vooral spijtig was dat er geen supporters waren. Dat wel. Maar... daarvan af denk ik wel dat we er een feest van hebben gemaakt. Dat we gewoon in de kleedkamer waren. Dat we zoals gewoonlijk die pizza en die champagne toen, geen bier, dat we die gewoon rondspoten, echt op de pizza's. Dat we die gewoon opaten. Ja. En dat we toch terug in die kapotte douche kropen. Dus. Kon er toen iemand naar de nachtwinkel voor een extra sixpack? Lockdown tijd, was dat open? Dat kan ik me wel voorstellen bij hun. Dat was in Engeland, FA Cup, vijfde klasse. Gewoon de keeper die even een sixpack haalt in de nachtwinkel. Dat is ook een jongen. Ja, maar helaas die avond niet. Hè. Ik zat thuis met mijn zonen in Bornem te kijken. Dus naar een leeg stadion. Ja. En dat was... Ja, dat we hebben dat zelf ook iets afgetrokken. Maar dat denk ik ook. Ja, ik denk maar één titel meegemaakt met Union. Eén. Ja. Effectief, dat was op het veld van Doornik. Dat is alles, hè. Mooi stadion, hè. Luc Varen. Die ging toch de wereld veroveren? Ja, die ging de wereld veroveren, Doornik. Het is dan op den duur Union geworden. Ja. Maar in die tijd was dat ook... Die titel werd behaald, maar de tweede klasse was dan niet direct een succes en zo. Maar, even terug naar die titelnacht. Vertel eens verder, FDM. Ja, dan waren we gewoon echt aan het feesten. En mensen gingen gewoon niet slapen. Mensen hadden gewoon heel de nacht doordoen. En champagne blijven drinken en blijven eten. En ja, iedereen was gewoon zo overweldigend door dat gevoel. Omdat je hebt wel historie geschreven met de club. Je hebt de club terug na 48 jaar in de hoogste klasse gebracht. En ik denk dat we daar heel, heel fier op mogen zijn. En ook het gevoel dat je dan geeft aan iedereen van de club zelf. Aan bestuur, supporters, iedereen. Is zo mooi. En ik denk wel op dat moment dat je daar niet heel veel bij stilstaat, dat je nog even denkt, oké, we hebben het wel gedaan. Maar dat het pas dagen nadien komt dat je denkt van, wauw, volgend jaar spelen we gewoon in die eerste klasse, in de hoogste klasse. Maar veel belangrijker, wie had de beste fond gelegd en wie kon het langste mee in die avond? Goh, ik denk dat we toch terug bij Teddy Temat terechtkomen. Serieus? Ja, dat is wel een feestbeest. Ja, Kasper Nielsen en Jonas Bager. Ja, die jongens. Die kunnen er ook wel van. Die kunnen ook wel wat. We moeten Beer zeggen, blijkbaar. Hè? Beer, ja. Ja, Beer. Beer. Of Bea. Bakker. Bea, ja. Bakker, letterlijk vertaald. Ja, inderdaad. Maar wij noemen hem op training gewoon Jonas. Allee, we gaan niet Bea zeggen of Beer. Ik wou bijna zeggen Jonas en Alvin, man. Dat is nog iemand anders. Ja. Dat kent hij ook niet. Nee.
Trouwens, over die wedstrijden tegen Brusselse clubs. We hebben nog voor jou een mooi moment gevonden, een beetje ontroerend ook. De geweldige Siebe van der Heijden na een wedstrijd tegen de R-double VDM. Kijk maar eens mee. Siebe van der Heijden, hoe groot is de ontgoocheling na deze nederlaag? De ontgoocheling is zo groot bij iedereen. Dit is iets wat we wilden doen voor de fans. En vandaag is het ons niet gelukt. En het doet gewoon heel veel pijn. Ook voor mij. Dit is gewoon iets dat heel hard aankomt. En, gewoon omdat je iets wil doen voor de supporters die echt altijd achter ons staan. En het is vandaag niet gelukt. Het is heel spijtig. Hè. We zagen hier gewoon de nieuwe man, de metroman. Amai. Die is niet te beroerd om zijn emotie te tonen. Ja, waarschijnlijk is dat ook een sterker als mezelf op dat moment. Verloren 3-1, Zwanse derby. Ja, ik vind het spijtig dat je dat zo zegt, want ik hoor het gewoon echt niet graag. Nee, maar je speelt geen rolletje, hè? Dat is oprecht. Nee, echt. Dat doet gewoon pijn, omdat je wilt iets doen voor die supporters. En als dat dan niet lukt op zo'n moment, want het is gewoon heel belangrijk voor hun en ook voor onszelf, om voor die extra boost toch te krijgen van kijk, we hebben dit gewoon weer samen gedaan, we hebben wel toch die derby gewonnen. En ja, het deed gewoon pijn dan op dat moment. En ja, als je dan de match erna toch kunt winnen en dat je daarin toch wel de eerste goal maakt, die ik op dat moment maak, ja, dan is dat weer een ander gevoel en ben je wel heel euforisch. Dus voetbal is echt veel emotie en op dat moment was ik gewoon van slag. Ja, maar dat is ook wel, dat vind ik ook wel opvallend, die veerkracht van Union. Ja. We verliezen thuis tegen Leuven. Leuven, dat is november, 1-3. Dan is de commentaar al direct, direct spelletje gaat beginnen nu, maar de week daarop. Come on. En waarom denk jij dat ze verloren zijn van Leuven? Want dan spreken mensen over de code kraken. Waarom was dat? Oh, waarom dit dat? Ik weet dat niet. Die kwamen redelijk een beetje weggeeft doelpunten. En dan komen we ook terug in de match direct. En dan ook direct terug. Maar het storen op het middenveld, het bijten, wat was het? Ja, ik denk dat de kwaliteit die we in de matchen ervoor leverden, was in die match misschien iets minder. Passes die minder aankwamen. We kwamen er minder makkelijk door. Mm-hmm. We konden minder de bal bijhouden. Dus ik denk dat daar een beetje parten speelde. En er zijn altijd in een seizoen zo van die matchen waarin die kleine dingen misschien niet meezitten, waarin die kleine dingen toch niet lukken. En ja, dan kun je natuurlijk eens een wedstrijd verliezen, zoals op dat moment tegen Leuven. Hoe hard wordt die verticaliteit erin geramd? Ja, heel hard eigenlijk. We willen niet naar achter spelen. We willen gewoon vooruit. Dat is de kortste weg naar het doel, zeggen ze ook altijd. Hè. Dus ik denk dat dat bij ons ook het geval is. En zoals dat we voordien ook al aan hebben gehaald, we weten wanneer we die pressing moeten zetten. We weten wanneer we in blok moeten blijven. Maar die verticaliteit die blijft er wel in zitten. Maar op training is dat de helft van de tijd? Is dat heel de tijd die automatisme erin krijgen? Ja, ik denk wel. Hoe train je dat? Ja, dat is gewoon dag na dag op training, dat er wel op wordt gewerkt, dat er attent op wordt gelegd, zeg maar, door iedereen. En je merkt dat ook aan de spelers zelf. De staf hoeft daarom niks te zeggen. Maar in kleine wedstrijdjes zie je wel van waarom de hele tijd die bal rondspelen? Dan is er wel eens een speler die zegt, kom jongens, naar voor. En dan gebeurt dat ook. En ik denk dat die automatisme gewoon zo worden gelegd. Ja. Doet hij ook shadow games? Want Toon Solliet was er heel bekend voor shadow games. Soms tegen paspoppen, soms tegen twee tegenstanders, tegen elf. Dat herken jij? Ik herken dat zeker, maar dat wordt bij ons niet heel, heel vaak gedaan. Ik denk dat het veel beter trainen is als er gewoon spelers staan. Geen poppen, zeg maar. Nee. Dus shadow game vind ik daarvoor niet echt de oplossing of zo. Of de perfecte voorbereiding om een wedstrijd voor te bereiden, nee. Dus dat doen we niet heel vaak. Ik denk dat we meer kleine wedstrijdjes spelen, die intensiteit erin leggen, die verticaliteit. En dat is het belangrijkste. Ja. We hebben het over de techniciteit van het voetbal. De VAR hoort daar uiteraard ook bij. Krijgen jullie consignes mee om je niet op te jagen, om niet noodloos gele kaarten te pakken? Hoe spreekt jullie coach daarover? Is dat nu typisch dat je dat tegen mij zegt? Nee, er zit geen bijbedoeling. Maar ik had jouw konto niet in mijn hoofd, maar je hebt er al wel etterlijke gepakt. Ja, ik mag er eigenlijk niet zo om lachen, want ja, als je er 10 pakt, dat is natuurlijk niet... Maar de emotie bedwingen op een veld is de oer-emotie van je voelt onrecht en je reageert. Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk, maar persoonlijk... Maar zo, die is met alle details bezig, ook met dat. Ja, tuurlijk wel. Die haalt dat wel aan van kijk jongens, probeer niet te veel te reageren op als er een beslissing op fout wordt genomen. Dat is gewoon een menselijke fout die dat kan gebeuren. Ja. Maar natuurlijk, ja, als je in die wedstrijd zit, elke profspeler weet ook wel hoe dat is. Als je bijvoorbeeld een fout onterecht tegenkrijgt, het is moeilijk om niet te reageren. En dat heb ik persoonlijk ook soms, dat ik daarop reageer, maar dat ik dan wel denk van moet ik misschien niet doen, gewoon terug die positie innemen. En er wordt wel attent op gelegd door de coach, dat wel. Ja.
Dus ja. Dat je niet te lang in een emotie blijft hangen, maar gewoon... Want dat zie je vaak, hè, van spelers die lucide zijn en snel hervatten. Mm-hmm. Niet in die emotie blijven hangen, anders dan nog te dromen. Zo verlies je soms punten. Hè. Ja, inderdaad. Er zijn ook al heel veel goals gevallen met spelers Tuurlijk. Die op dit moment niet opletten en waarin de bal gewoon snel wordt gespeeld. Ja. Dus als je zo'n dingen ziet, dan ben je er ook wel van bewust van... Kom jongens direct terug in positie, niet te veel discussiëren en ons gewoon terug op onze plaats zetten. Ja. Twee heel concrete dingen. Hens, ik vind persoonlijk, dat is mijn mening, dit en dat en Luis Suarez, dat is Hens, maar zo. En Van Hasbroek had er een heel goed punt op. Hè. Wat was het? De biomechaniek, denk ik, van als je zo loopt, is dit ook natuurlijk. Ja. Die Hensballen, moet dat er gewoon uit, dat ja, semi-aangeschoten? Ja, ik denk het wel. Soms als je ziet hensgevallen die gefloten worden, denk ik ook van... Dat is gewoon belachelijk, omdat je kunt je handen niet wegkappen of zo. Je kunt die niet... Oké, als het echt onnatuurlijk is en je hand is boven je hoofd of je zit echt in een onnatuurlijke houding, dan snap ik dat er wordt voor gefloten. Maar soms is het zo belachelijk dat er een bal van op 1 meter afstand tegen je hand wordt geschoten en dan gaat die gewoon op de stip en... Dat kan ik soms niet begrijpen. Of dat je gewoon met je hoofd, met je gezicht van de bal weg bent gedraaid, dat die bal tegen de hand komt en dat ze dan zeggen onnatuurlijke houding. Sorry, maar daar kan ik geen appreciatie voor tonen. Wat is het meest concrete moment dat je, waaraan je nu kan denken van dit seizoen? Dat je misschien een onrecht voelde aangedaan worden? Heb je zo'n moment gehad met Union? Onrecht misschien niet echt, maar ik herinner me wel de hensbal die ik had gemaakt op Gent. Of het helemaal onterecht was, dan niet. Maar het kan dan een hensbal zijn, maar dan krijg ik in die fase ook nog een gele kaart. Ja. Waarin dat ik niet goed begrijp waarom die gele kaart er nog moet zijn op dat moment. De keeper was daar. Ik hou de bal totaal ook niet tegen of zo. Het is ook gewoon, ik zat in een natuurlijke houding voor mezelf. Ja. Dus oké, als er penalty voor fluit, alle begrip voor de scheidsrechter, want hij komt tegen mijn hand. Maar of daar echt zo'n gele kaart bij moest, dat denk ik op dat moment niet. De supporter, hoe bekijk jij dat, Herman van Lent? Die penalty op Gent? Ja, dat was... Nee, in het algemeen. Het gegeven van de VAR. De VAR, ja. Ik krijg daar een beetje stress van. Ook. Ik Want vind het, dat, op zich is het goed als we de fouten kunnen uithalen. Ja, is het uithalen, goed, maar het is ook een beetje zemelzekerij dat ze zo zeggen dat in het dialect. Dan. Ik vind het ook soms een beetje overdreven als je ziet ook die offsides van tijd, hoe dat ze dat... Die millimeters bedoel je? Die gemeten, ook die goal van standaard dat er afgekeurd wordt. Ook die goal van ons tegen Genk. Ik vind dat allemaal te ver gezocht. Ik vind, laat het zo... En maandag is het ook discussie, mee of zonder vaart, is toch altijd discussie. Dus, want dat ging eruit gaan, die discussies. Integendeel, discussies worden nog groter, vind ik, en ook. Ja, maar een offside kan je wel duidelijk min of meer meestal vaststellen. Ja, meestal. Ja, maar zie, zelfs het systeem is ook nog altijd niet onfeilbaar. Hè? Dat is duidelijk. Dus ik vind dat allemaal... Ik vind die VAR, ik vind dat echt niet nodig. Iets anders, die vind ik ook heel enerverend, die buitenspel nadat je de keeper voorbij bent. Tissou Dali had het nog voor. Dan is er nog één verdediger. Moeten we dat even, het is ook audio, niet alleen klank hier. Moeten we dat even uitleggen. Je dribbelt een keeper voorbij, speelt een ploegmaat aan, lichtjes voorwaarts. Er staat nog één verdediger. Ja, dat is offside. Elke voetbalfan denk ik dat hij dan 3 milliseconden verwacht is en dan denkt, ah ja, die regel. Maar instinctief denk je toch doelpunt. Wat vind jij ervan? Ik denk daar ook zo over. Ik denk van, ja, dit moet Wat is in jouw nadeel eigenlijk? Hè? Ja, tuurlijk, maar moet gewoon een doelpunt zijn, omdat, sorry, maar er staat nog een verdediger. Dus vind ik die regel een beetje bizar of zo, dat dan toch offside wordt voor gefloten. Als er nog een verdediger staat, dan moet je denk ik gewoon de normale offside-regel toepassen en zeggen van, kijk, hij staat nog achter de verdediger, dus geen buitenspel. Maar oké, het is nu eenmaal een regel, we kunnen er niks aan veranderen, dus ja. Het is zo. Voel jij dat je... voel jij een andere benadering tegen grotere clubs dan kleinere clubs als Union zijnde de revelatie? Voel je dat op het veld of niet? Het begint toch wel steeds... meer en meer te komen, vind ik. Nu dat ze zien dat we toch wel daar blijven, op die positie, vind ik wel dat er soms anders wordt gekeken of anders wordt beoordeeld naar ons toe. Positiever dan bedoel je? Meer in omgekeerd? Ja, toch wel meer in de negatieve zin. Dat ze toch wel ons op een of andere manier soms in het nadeel beoordelen. Ja. Maar oké, ik zeg het, dat kan ook gewoon een fout zijn die wordt gemaakt. Iedereen maakt fouten, dat kan gebeuren. Maar ik begin het toch steeds meer te merken, dat wel. Ja, ook met de gele kaart. Ja, ik vind dat ook wel. Ik vind dat ook wel. Je ziet soms fouten. Like Undaf, die reageert dan op een fout. Maar
Je moet eens kijken hoe dat ze aan die mens hangen. Okay? Dus die zet hem, dat mag, hè? Dus die wil niks verkeerd. Maar hoe dat die, en soms reageert hij al een keer. Die trekt hem gewoon vaak maar los. Van, en dan wordt er een fout tegen gefloten. En dan 2-3 keer per match. En dan reageert hij. Op een duur reageert hij een keer. Hè? En dan denk ik ook al, je ziet dat toch. Dat is toch... Die, allee, dat is gewoon die zijn natuurlijke beweging. Dus ik vind dat een beetje... En dat begint op te vallen ook. En je ziet ook vaak al in de... In de kennerspers zo toch al wat kritiek komen zo, van op de manier van spelen. En het mag wat meer zijn, zoals Peter van den Bemt. Dan denk ik ook, hey, jong, echt nee, dat vind ik onterecht. Of Van der Rijken die begint over... Ze moeten die jongens meer gele kaarten gaan ze hebben het recht op een mening natuurlijk. Ja, dat is hun visie. Ja, maar dat is ook... Het sympathieke, zo in het begin vonden ze allemaal sympathiek. En dat is ook een compliment, dat ze kritisch bekijken. Dat vind ik juist leuk. En zeker omdat ze dat statement nu gemaakt hebben, want die 4 matchen, dat was zo op voorhand al zo van, ja, nu gaan we die remmen, nu zullen we het zien. En ook iedereen, ook mensen in mijn omgeving, supporters van andere clubs en zo, nu zien we het. Ik zeg, ja, maar dat is al lang dat je dat zegt, nu zullen we het gaan zien. Dus zeg ik denk het niet. Dat is echt een goede ploeg. Zeg, dat is niet, want als Union, dat zijn pas een sympathiek ploegje. Dat was zo de teneur voor het seizoen. En ik heb vorig jaar al gezegd, pas op, want dat is een goede ploeg. Dat is niet enkel een sympathiek ploegje, dat is dubbele winst natuurlijk. Maar dat is echt een goede ploeg, een sterke ploeg. En die gaan niet degraderen, sowieso niet. En dat is volgens mij sowieso top 8. En dat was... Huh? Ja, ik ben een slecht voorbeeld, want ik volgde... Ze zijn onderschat. Tuurlijk. Ik volgde ze toen ook al natuurlijk. Want als er de tijden van Selemani, Tau en Niakate was, de constante er nog niet. Nee, maar Nielsen was er al wel. Dat was ook een dikke ploeg. Amai, zal wel zijn dat dat een dikke ploeg was. Ja. Qua potentie misschien nog straffer. Want ik heb altijd gedacht, zo, allee, die Selemani, jongen, blijf toch. Je gaat die wat missen. Dat zag ik toen al. Die gaan naar Kortrijk. Ik vind, als je nu als unionist... Ik vind gewoon dat je niet naar een andere Belgische ploeg moet gaan. Nee. Want we zijn op dit moment de beste ploeg, punt. En je moet niet zeggen, ja, ik ga naar Genk of ik ga naar Brugge. Ja, dat heeft namen. Maar voor het moment, nee. Dat is gewoon de beste ploeg. En de cijfers, die geven dat ook weer. En dat is het enige dat in mijn ogen, dat is een palmares of cijfers. Dat is het duidelijkst. Beste aanval, beste verdediging. De meeste gele kaarten, dus ze staan overal mee op kop. Dus als je overal op kop staat, dan verdient ook van op kop te staan in het klassement. Dat is mijn mening. Ja. En daar ga ik ook niet vanaf. Dus dit is echt een goede ploeg. Jullie hebben 5 punten voorsprong op Antwerpen. 5 punten? Aha, ja. Hè. Ah ja, oké, okay, ja, zo. Denk eens even na. Ik hoop het. En coupe en deux. Ja, inderdaad. Ik was even door. Ik dacht, dat pak ik hem even mee. Ja, je hebt wel gepakt. Moet de afdoen gebeuren. Nee, ja, ik denk dat nu de belangrijke weken komen. Ja, want nu is het zo wat... Komt het? Zeg maar, hey, ik herinner me plots iets. Weken geleden sprak Mazou. We interviewden hem voor de wedstrijd. En hij gaf ook toch aan van hij moet proberen altijd die druk af te houden. Ja, hij zei van ja, ze proberen ons langs alle kanten te destabiliseren, zei hij. Mm-hmm. Wat is dat dan? Ja, dat is zoals dat wel hebben vernoemd ook. Hè, dat we soms benadeeld worden in sommige fases of zo tijdens een wedstrijd. Maar ook van buitenaf. Gewoon dat de mensen zeiden al vooraf van nu komt het vierluik, nu gaan we het echt zien. Dat zijn allemaal die kleine details. Dat zijn toch maar woorden die jullie extra motiveren? Ja, naar ons toe. Ik vind dat ook. Mij persoonlijk motiveert dat ook. Je moet het ook brengen dan ook. Ja. Hè? Dus, ja. Daarom dat we ook zo nuchter moeten blijven. Dat we gewoon nuchtere jongens zijn ook. Maar los van het gevolg wat er eventueel komt. Want ik wil die woorden niet in jouw mond leggen van titel en dit en dat. Dat is ook allemaal scorebordjournalistiek. Maar puur op spelniveau. Je hebt alle tegenstanders eigenlijk al een keer zien passeren. Voel je als team dat je eigenlijk iedereen aan kunt? Voel je dat op het veld? Ja, ik denk dat we dat altijd al hebben gehad. Dat we altijd gewoon los voor de 3 punten willen gaan. Dat we ons nooit minder willen voelen als een andere ploeg. En we weten dat we heel veel kunnen bereiken met onze wilskracht. Dat we heel... Als we het willen, dan weten we ook dat we ze aan kunnen. En die motivatie zorgt er ook voor dat we vaak die 3 punten binnenhalen tegen die topploegen ook. En als we daar ook nog eens het voetballende bij kunnen brengen, ik denk dat dat echt wel mooi is als we dat doen. Ja, maar weet je wat opvalt ook? Mensen die... Ik weet niet als je dat volgt, maar die voorbereidingswedstrijden... Die worden bijna allemaal gewonnen. Hè. Ja. Dat zijn zogezegd vriendenmatchjes. Ja. En dat is zo van,
We doen, maar, dat is, maar die worden altijd gewonnen. En dat vind ik al een goed teken. Dan dacht ik al, dat zit goed. Dat is ook niet tegen ja, Franse tweede klasse of zo. Dat is een deftig niveau. Dat is niet tegen Janneke en Mieke. Of opstaande her of zo. En die worden allemaal bijna gewonnen. En dan is er zoiets van, die mannen, die, ik geloof niet dat die graag verliezen. Dat zit daar zo ingebakken. Ja. Ik denk dat die gewoon niet willen verliezen. En dat is de max. Ja. Dus en als die verliezen zijn, die, denk ik, die zijn daar niet goed van. Als dat tegen La Leuven, ik denk dat dat niet... Dat de mannen willen niet zeggen bij de training. Hey, mannetjes, volgende week, denk dat. Je ziet dat ook. Nee, als kleine jongen was dat bij mij ook. Als je op school voetbalde, je wou geen enkele wedstrijd verliezen, denk ik. Dus waarom zou je een vriendschappelijke wedstrijd willen verliezen? Voor mij is dat helemaal hetzelfde. Dus, en dat is ook gewoon de voorbereiding, de soort van statement die we leggen voor het seizoen al. Dat we willen zeggen van, kijk jongens, het is nog geen competitie, maar dat maakt niet uit. Elke wedstrijd willen we winnen voor het groepsgevoel. Om toch met een positieve noot verder te gaan. En dat hebben we gedaan. En dan zie je dat we ook wel goede prestaties leveren gedurende het seizoen. In hoeverre speelt het mee dat Anderlecht en Club Brugge op je tracklist staan en dat je nu bovenkomt bij Union en dat je zoiets hebt van... Ja, natuurlijk heb je wel iets van dat je fier bent, dat je staat waar je nu staat. Ja. En dat je wel toch wel kunt tonen van, kijk, er werd niet altijd in mij geloofd. Waarom werd er niet in jou geloofd bij de topclubs? Ik kijk altijd meer, ik kijk liever naar mezelf. Ik ga dan wel meer de spiegel boven mijn eigen hoofd houden en zeggen van, wat kon ik beter doen? Maar ze zeiden ook in de evaluatie iets, hè? Wat zeiden ze dan? Ja, ze zeiden dan bijvoorbeeld van, dat mijn flexibiliteit niet genoeg was, dat ik niet genoeg snelheid had. En die kleine dingen doen nu langs de kant wel zeer als je dat nu leest. Van, oké, zo werd er dan op dat moment over mij gedacht. Maar dan denk ik ook van, weet je, ik heb er gewoon aan gewerkt en ik sta wel waar ik nu sta en dat kan ik wel voorleggen. En dan las ik bijvoorbeeld ook het artikel van Jean Kindermans voor Sporza. En daarin stond dan ook over die flexibiliteit en zo. Maar dan krijg ik ook wel appreciatie van proficiat met waar hij nu staat. En dat doet mij ook heel veel. Dat doet wel van, chapeau dat je dat ook wel zegt over mij. Dat je wel die appreciatie toont van... Oké, je hebt een mooi traject afgelegd en ik ben heel trots dat je nu staat waar je nu staat. Ja. Ja. Met wie heb je er samen gezeten? Was dat met Siske, met Amuzu? Ja, Amuzu was daar, Lucky Bakke was daar ook nog op dat moment. Faas, De Medina, Aurel Mangala. Dus allemaal, Antoine Bernier die bij Serijn speelt, was er ook toen. Dus heel goede spelers wel. En ja, dat waren, zoals ik zeg, die hebben zoveel kwaliteit. Als je ziet naar een Aurel Mangala ook, die het in Stuttgart bijvoorbeeld supergoed doet in Duitsland. Dus ik kijk ook wel op naar die jongens. Een Wout Faes die in Frankrijk speelt, die het ook goed doet. Dus dat zijn jongens waar je wel van denkt van, die hebben het ook wel gedaan uit mijn generatie. Dus... Is er nog contact met de mannen? Mangala, daar heb ik wel soms nog contact mee. Amuzu heel af en toe, niet heel vaak meer ook. Maar de meeste zijn wel verwaterd. Ik denk dat... Iedereen gaat ook een beetje zijn eigen pad op. Iedereen volgt zijn eigen pad en wil bereiken wat hij zelf wil bereiken. En het is normaal dat je dan niet altijd het contact kunt houden dat je misschien wilt houden. Maar dat is voetbal. Goed, even in de glazen bol. We gaan stil naar het einde toe. Volgend jaar, als je mag kiezen, Real, Benfica of PSG. Wie moet er in de groep zitten? Dat is eigenlijk waanzinnig dat we daar met een zwans en een glimlach... Maar het is wel, Ja, maar het zou ook het zou zomaar kunnen. Tractor, weet ik wel. Slovan Liberec. Ergens in een tweede klaster in... Ja, je weet ook niet in welke Europese competitie... Nee, maar hoe zot is dat, dat we dat nu kunnen benoemen? Dat is zot. Maar dat is ook terecht. En dat is eigenlijk ook niet direct... dat is realiteit ook. Hè. Volgens mij, ik ben geïnterviewd ook een paar maanden geleden. En ik was de enige dat zegt... Ja, we worden kampioen, waarom niet? Ik vind dat je dat moet in geloven. Ik zie dat op het veld en het komt er nu gewoon op aan. Het is eigenlijk simpel voetbal. Nu gaan we de volgende 8 matchen gewoon winnen. Dan staan er 20 punten los. Dat wordt dan in 2 gedeeld, dat is 10. En dan nog 2 matches winnen. Ja, maar zo simpel gaan we dat. We gaan dat zo simpel houden. Ja, maar waarom niet? Echt waar, hè? Ik weet dat, hè? Zo simpel moet het zijn. En zal het misschien zijn, het kan zijn, van niet, maar ik ga ervoor. Ja, nee, ik vind ook, je zit in die flow en die kunnen dat. Die mannen kunnen dat. Dat is echt, ik geloof daarin. Ja. In die titel, waarom niet? Ze hebben, de enige matchen, ik vond de beste ploeg dat ik eigenlijk gezien heb tegen was Gent eigenlijk. Daar hebben ze 2 keer echt moeilijk tegen gehad. Zeg. Wat? Zou je geen lans breken? Kan hij niet T8 worden of zo bij jullie? Het zou wel mooi zijn. Motivator. Het moet zijn, voetbal. Jongen, mannen, ik heb nog 1001 vragen, maar we moeten stilaan afronden. Misschien nog, ik heb hier mijn stadsbijbel. Ik wil nog even jouw paraten kennis
testen. Hoeveel assists heeft Teddy Thumas op zijn kerfstok tot nu toe? Doe eens een gok. Vijf? Zeven. Hoeveel keer heeft Oendaf van Zijer bediend, dus een assist gegeven? Tien. Twee, 13, drie, vier, vijf, ja, ja. Zes keer. Zes? De ene aan de andere. Ja. Ja. Hand heeft er 12. Ja. Burgess, goh. Hoeveel doelpunten heeft hij al gemaakt? Vier. Drie. Twee op hoekschop van Nielsen. Twee keer op exact dezelfde manier. Ja. Tegen KVO. Ik ben al gebuist, denk ik. Ja, ja, ja. Hey, nu het zeggen, Burgess ging het nog over hebben. Ja. Ik heb eens ooit... ik interviewde een trainer van jullie en die ging weg. Dat was... ik kan niet zeggen wie het was. En ik zeg van op het einde van... Ik zit meestal niet achter een duwtje staan. Ik zeg van, maar kunnen die nu toch nog iets vertellen? Hij zei van, ja, ze zitten achter een speler en dat komt pas binnen maanden uit. Ja. Maar die heeft al getekend of die gaan ze pakken. Burgess. Ik zoek eens op Burgess, niet meer nagedacht. Ik dacht, ik stuur ook eens een tweetje. Kan ik ook eens de interessante uithangen? Ik krijg me daar heel Portsmouth. Ja, dat is... Honderden berichten over mij. Wist ik veel. Was die een club, was, God, hè? Was een clublegende. Wat zou die onnozele Belg dan komen vertellen dat hij vertrekt naar een Belgisch clubje? Onwaarschijnlijk. Dat is gek eigenlijk. Ongelooflijk. Ja, ja, die werden zot. Ja. Ik las dat ook in die reacties van die supporters. Ja, ze komen hier als een beste man aan. Ja. Die waren echt ontgoocheld. En het straffe was, na drie weken dacht ik van, hey, maar ja, die kerel heeft mij hier serieus een peer gestoofd, want dat wordt maar niet aangekondigd. Komt hij wel? En plots, ja, na al die heisa voorbij, weken, maanden later... Ja, maar hij heeft er ook moeten verwerken, hè, want hij speelde in het begin ook niet. Nee, in het begin maar wel goed stilgehouden dan. Ja, dat wel. Want de lokale pers zat serieus achter hem. Ja, wij wisten het zelf ook, maar op het moment dat hij echt officieel kwam, dus naar ons werd er ook ervoor nog niet gecommuniceerd van ja, die jongen gaat komen, totaal niet. Maar oké, zoals gezegd, die werd daar op handen en voeten gedragen in Portsmouth. Dus ja, dat is wel mooi dat er dan zo'n speler de groep kan vervolledigen. Ja. Absoluut. Pompey, hè, de bijnaam. Helemaal afgerond. Kan jij nog een strafverhaal in een minuut steken? Union... Ja. Away, wat was het allemaal? Wetteren, Bornem, Schrik. Heb je mooi om af te ronden? Ja. Is er nog iets moois? Een strafverhaal? Ja. Ja, nee, straffer dan die parachute gaat. In een notendop. In een notendop. Goh. Ik ken zo... Ja, Jeff Drapeau, dat was ook zo. Ja, de figuur. Freddy de Kerpel. Ah, Freddy de Kerpel, ja. Dat is verteld. Het komt terug naar boven. Dat was altijd... Als we naar standaard wetteren gingen, ja, Freddy de Kerpel die stond dan altijd in een opvallende lederen vest. En wij stonden daar daarnaast. En dat was toch wel zo voorzichtigheid geblazen. Van, we gingen dan een keer winnen met 0-2 of 2-4. En dat was dat zo wat... Ik zei, dicht bij de Freddy, daar redde niet van terug. En ik had zoiets van, ik ga maar toch 50 meter op de cornervlag staan. Want stel dat hij het toch uithaalt, maar dat is niet gebeurd, hij is kalm gebleven. Ja. Maar ook zwanzen, hè. Maar dat was indrukwekkend. Die man daar staan, die was er een supporter voor. Ja, die woonde niet wetter. Tuurlijk. Maar, ja, ik heb er voor de radio ooit tegen gearmborsteld voor een weddenschap. En ik heb het 0,7 seconden volgehouden. Ja, onwaarschijnlijk. Ja. Die ging aan zo'n bar hangen met één arm, hè. Ja. Alleen maar... Niet normaal. Ja. Niet normaal. Straffe kerel. Ja, dat was een straffe kerel. Allee, ja, bedoel... Toffe gast ook. Ja, dat weet ik niet. Hè. Ja, echt leuke man. Die heeft het ook niet vrij in het moment. Man, ik ga mijn klassement hier... Heb je nog vragen over je eigen ploeg? Je mag nog één... Vragen slecht beantwoord. Je mag nog één vraag... je mag nog één vraag afvuren als je zelf wil. Voor we dichtgaan of niet. Wil je nog wat weten? Over een speler? Goh. Doe maar. Dante over Kasper of zo? Of, wat was de eerste ploeg van Kasper Nielsen? SBR bedoel je? Denemarken? Ja, Denemarken. Ah ja, voilà, kijk, quizvraag. De punten zijn binnen. We kunnen een wafelijzer tweedehands gaan oppikken bij de prijzengalerij. En bij deze ga ik jullie... Dat is toch vaak zo eer. Ik ga jullie bedanken, Herman Valent. Ik vond het geweldig plezant. Moeten we dat misschien nog eens doen, hè? Zeker. Siebe, zeer leuk dat je er was. Dank je. Ik vond het ook heel fijn om hier te zijn. Ja. En bedankt dat ik mocht komen. Wat ben je ook een goede prater, hè? Wat is je goede prater? Ja, die is een goede prater, ja. Ja, ik kon je zoon zijn. Ja. Nee. Kleinzoon? Nee. Qua praten, nee, ik vind het... Ah, je dacht echt dat je hebt ooit... Ja, het zou zo kunnen. Kunnen we daar afronden? Wat gebeurt er allemaal? Na de match ergens in een toilet op FC Denderleeuwen. Ja.
Ja, of was het dan toch bij Sheikh Katie? We gaan het zien. Graag tot een volgende keer. Alle kanalen om het her te bekijken, her te beluisteren. Van Spotify tot YouTube op 11 Pro League 1. Je kan het overal bekijken en beluisteren. Doe dat en graag tot de volgende keer. Bye bye.